Gerards hierbij nog even extra hartelijk wil bedanken voor dit initiatief. Toen Piet Gerards het idee op een bundel samen te stellen met teksten over Michel Engelberg, werd het al snel eens dat er eerst iets anders moest komen. Bloemlezing van Michel. Dat bleek wel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Michel's teksten zijn versnipperd over tientallen publicaties, binnen en buitenland. Ze variëren van epigrammen in obscure periodieken tot serieuze essays in Duitse muziekbladen en van dadaïstische libretti tot bondige hoesteksten. Een overzicht van al dat werk was niet voorhanden, zodat er eerst een inventarisatie moest komen. Er volgde een speurtocht in krantenarchieven, collecties van onder andere Muziekcentrum Nederland, de Koninklijke Bibliotheek en natuurlijk ook thuis bij Micha in zijn eigen archief. Dat laatste bleek iets minder georganiseerd dan gehoopt, maar mede dankzij de volharding van Micha's jeugdvriend Christopher Schipper kwam op Micha's zolder een kostbare bron boven water. Een groen beduimeld schoolschrift vol wonderbaarlijke gedichten uit Micha's gymnasiumtijd. Een mooie en passende begin van de bloemlezing hadden we ons niet kunnen dromen. Stapel op tafel, meer dan we kwijt konden. Er moest gekozen worden en dat bleek zowel eenvoudig als lastig, omdat we al snel constateerden dat de teksten allemaal van hoog niveau waren. Filosofisch en hilarisch tegelijk, zonder dat een meteen te scheiden valt van het andere. Niet te kraken, Engelbergiaanse code. En zoals een meelezer ook de uiteindelijke selectie zei, ruim de helft is onmisbaar, 30% is zeer goed. En de rest is gewoon. Vroeger gedicht uit dat schoolschriftje op zondag. Men verweet een zwijn te drachten dat hij pach placht te verkracht en heeft om erg te voorkomen hem zijn klavichord opnam. En dat is nog maar het begin. Dank u wel. Thank you.
Thank you.